Platentectoniek is een endogeen proces. Hiermee wordt bedoeld dat platentectoniek wordt veroorzaakt door de warmte die binnen de aarde ontstaat. Dit in tegenstelling tot exogene processen als verwering en erosie, die worden veroorzaakt door de warmte van de zon. Door voornamelijk radioactief verval loopt de temperatuur in het binnenste van de aarde op tot zo'n 6000 graden. Dat is net zo warm als het oppervlak van de zon. Om te begrijpen hoe deze warmte kan leiden tot platentectoniek, moeten we eerst kijken naar de opbouw van de aarde. Laten we beginnen bij het binnenste deel van de aarde. Dit wordt de kern genoemd en bestaat vooral uit metalen. De binnenkern is vast, terwijl de buitenkern vloeibaar is. Hoewel de temperatuur in de binnenkern hoger is dan in de buitenkern, is ook de druk een stuk hoger, waardoor de binnenkern toch vast is en de buitenkern vloeibaar. De kern warmt de volgende laag op. Dit is de mantel en deze bestaat in tegenstelling tot de kern niet uit metalen, maar uit gesteente. Dat gesteente wordt bij de kern erg opgewarmd. De warmte wordt doorgegeven richting de korst. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat het gesteente in de mantel vloeibaar is. Omdat hier, net zoals bij de binnenkern, de druk hoog is, wordt het gesteente niet vloeibaar. Omdat het wel heel warm is, kun je de mantel het best voorstellen als plastisch materiaal, wat toch een beetje kan bewegen. Vooral richting de korst kan het gesteente in de mantel zich wat makkelijker bewegen. Omdat de mantel hier kan bewegen, wordt het ook wel de asthenosfeer genoemd. Astenos betekent zwak. Dit deel van de mantel is het enige deel wat kan bewegen, wat betekent dat het zwakker is dan de rest van de mantel. Daar wordt het gesteente opgewarmd, waardoor het uitzet en lichter wordt en gaat stijgen. Vlak onder de korst kan het afkoelen, waardoor het krimpt, zwaarder wordt en weer zakt. Deze bewegingen worden convectiestromen genoemd en kunnen enkele centimeters per jaar zijn. Als laatste komen we bij de korst. Dit is het harde deel van de aarde. De korst en het bovenste deel van de mantel worden samen de lithosfeer genoemd. Het gesteente van de mantel is aan de buitenkant van de aarde gestold en dus bestaat de korst van groot deel uit stollingsgesteente. De korst is in verhouding met de hele aarde ontzettend dun. Er zijn twee soorten korst: oceanische en continentale korst. Oceanische korst ligt onder de oceaan en is 8 tot 10 kilometer dik. Oceanische korst bestaat voornamelijk uit het zwaardere basalt. De continentale korst bestaat uit een minder zwaar stollingsgesteente, waaronder voornamelijk graniet. Dit verschil in gewicht en materiaal is belangrijk om te onthouden, omdat dit invloed heeft op de platentektoniek. De continentale korst kan veel dikker worden dan de oceanische korst. De korst drijft als het ware op de vervormbare asthenosfeer, net als een ijsblokje. Hoe groter het ijsblokje, hoe meer ijs er ook onder water ligt. Voor de korst geldt eigenlijk hetzelfde: hoe hoger de aardkorst, hoe groter het deel van de korst dat zich in de asthenosfeer bevindt. Daardoor kan de aardkorst bij gebergtes tot wel 80 kilometer dik zijn. Een deel van een de continent waar oude gesteenten aan het oppervlak liggen, wordt een schild genoemd. En vaak is dit enigszins een vlak gebied. Er is al redelijk veel bekend van het binnenste van de aarde zonder dat er ooit iemand is geweest. Dat wel zoveel weten komt door aardbevingen. Na een aardbeving komen er namelijk verschillende golven vrij die zich anders door de aarde bewegen. Bij de overgang tussen de verschillende delen, zoals van de mantel naar de kern, krijgt zo'n schokgolf een afwijking. Vergelijk dit met de afwijking van het licht als je jouw hand in het water doet. Dat kan soms ook een vertekend beeld geven. Door de aankomst van de verschillende golven op verschillende plekken in de wereld met elkaar te vergelijken, kan worden berekend waar de grens tussen mantel en kern zich ongeveer bevindt. Omdat de golven zich verschillend voortbewegen in verschillend materiaal, kan ook worden beredeneerd uit welk materiaal de mantel en kern moeten bestaan. Zo leren we steeds meer over de opbouw van de aarde. Je weet nu dus hoe de aarde van binnen is opgebouwd, welke eigenschappen de verschillende kosten hebben en hoe we dat allemaal weten. In de volgende filmpjes leer je meer over de beweging van de platen.